In deze video het unieke verhaal achter Legend of Gaming. Het grootste gamingplatform waarin YouTubers als legends tegen elkaar strijden. En ben jij nou die ene die niet weet wat Legends of Gaming is? Dit is het. Lepelen! Lepelen met doel in! Ongelooflijk! Lepel, dan kan je hem sturen! Nee, wegwezen! Dan kan je hem sturen! Per goal! Wat een goal! Wat een goal! Ongelooflijk! Legends of Gaming wordt gesponsord door KPN en geproduceerd door Team 5PM. En die twee partijen heb ik bij mij in de bank. Dus we gaan het complete verhaal horen achter Legends of Gaming. Welkom heren. Dankjewel. Wie is KPN en wie is Team 5PM? Ja, ik ben KPN. Ja, hè? Mark Verstegen, ja. Wat doe je bij KPN? Ik ben verantwoordelijk voor de sponsorportefeuille. Ja. En die hebben wij opgedeeld in een tak sport, waar voetbal zit, Eredivisie, KNVB, cultuur met het Rijksmuseum en het Concertgebouw. En maatschappij, daarin zit ons KPN Mooiste Contactfonds, ons maatschappelijke fonds, waarin we strijden tegen eenzaamheid al 15 jaar. En die drie verschillende domeinen probeer ik zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen. Ja. En het gamingdomein ja, valt eigenlijk een beetje in het entertainmenthoek, maar ook in de sporthoek. Want we zijn bijvoorbeeld ook sponsor van de E-divisie. Ja, ja, en dat is gewoon een sport. Dat is gewoon FIFA spelen. Ja. Ja, dat zijn wat al die kinderen aan het doen zijn, dag in dag uit. Ja. Maar gelukkig gaan ze ook nog het voetbalveld op. Ja, ook wel handig, hè? Om ze nu het is een combinatie. Ja. Hey, Frank de Wit, Team 5PM, de partij die eigenlijk alles maakt en produceert achter het verhaal Legends of Gaming. Zometeen iets meer over Team 5PM. Legends of Gaming, kun je eens iets meer over de achtergrond vertellen? Want hoe is het ontstaan en een beetje de legacy van het concept? Ja. Ja, Legend of Gaming is eigenlijk ontstaan toen ik nog bij Endemol werkte. Endemol Shine, inmiddels Bunny J Benelux. Ja. En dat was eigenlijk een van de initiatieven die daar ontplooid is om voor Endemol te onderzoeken hoe zit die wereld nou eigenlijk in elkaar qua YouTube kwam op 10, 15 jaar geleden. Ja. Endemol maakte hele grote televisieprogramma's. Maar in één keer is er ook een Enzo Knol bekend en is dat niet alleen maar Linda de Mol, waar ze tot voor kort alleen maar mee werkte. Ja. Dus wij zijn dat eigenlijk onder een soort sublabeltje Animal Beyond zijn we dat gaan onderzoeken. En hebben daar een aantal initiatieven ontplooid. En Legend of Gaming is één van die initiatieven, omdat we zagen dat het kijken naar gamende mensen, dat enorm populair was. Ja, Twitch is natuurlijk een platform waar dat natuurlijk ook gebeurt. Ja. Heel veel oude mensen snappen daar geen reet van. Wat is er zo leuk aan? Nou, ik maak wel eens de vergelijking met dat wij eigenlijk al jaren naar spelletjes kijken. Neem een Lingo of neem een voetbalwedstrijd. Ja. Alleen zit er in gaming vaak veel betere graphics en een goede gameplay en veel meer diversiteit. Dus met het opkomen van die platformen waarbij eigenlijk iedereen een zender kan zijn en iedereen een contentproducent vanuit je zolderkamer of vanuit je gelder, je kent het, kan iedereen dat de wereld inslingeren. En dat bleek onwijze publiekstrekker, bleek ook heel entertaining. Maar is Legends of Gaming vanuit Nederland ontstaan? Of is het het is eigenlijk ontstaan als een van de concepten binnen het label Animal Beyond. En Animal Beyond was een internationale beweging waar we ook een Nederlandse tak van hadden. En daar heb ik bij Animal aangekomen. Ja, Legends was ook in Engeland toch? Was in Engeland en in Brazilië. Maar daar en is het allemaal niet meer nu, toch? Dus nee, zijn het enige land waar we het nog hebben. Ja. En nog betekent, we gaan het 8e seizoen in nu. Maar het bestaat al iets langer? Of is het dan ook 8 jaar dat het bestaat? Nee, het is echt 8 jaar. We hebben elk jaar een seizoen gebracht. Met ook allerlei andere subformats. En we gaan inderdaad nu het 8e seizoen in. We zitten midden in de pre-productie. Oh, nou, 8 jaar. En 8 jaar gewoon ook gezamenlijk in partnership. Precies. Ja, precies. Ja. Ja, waarbij dan wel een evolutie heeft plaatsgevonden qua aan bureaukant, om er even te noemen. Want Team 5PM, voor die mensen die Team 5PM niet kennen, de pitch. Ja. Het is best een uniek bureau, toch? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, wij zijn Team 5 is de YouTube agency. Dus wij hebben echt diepgaande kennis van het YouTube platform. Ja. En daardoor een hele datagedreven aanpak rondom videomarketing ontwikkeld. Die we nu inmiddels ook weer op allerlei andere platformen en andere proposities leggen. Ik bedoel, zo helpen we KPN ook met een hele videostrategie op de zakelijke markt, op hun explainers. Zijn we commercials, series aan het maken. Dus het is eigenlijk de data-driven video agency. Ja, snel groeiend ook, hè? Ja, we staan nu 5,5 jaar. Zitten met 120 man in 3 verschillende landen. Dus dat is echt een soort bizar jongensavontuur geworden. En jij bent een van de partners? Een van de partners, ik heb ook nog met Frank gezeten, ergens in een horeca-gelegenheid. Toen zat hij dus nog bij Endemol en toen
had hij een plan om iets anders te gaan doen. En ik vind het geweldig dat we nu een paar jaar later... dat hij partner is van zo'n geweldige club. Ja, dat is echt een heel tof. Ik ken ze en het is echt een super tof club. Maar genoeg erover, want jullie doen nog goed werk. Daar moet je op beoordeeld worden. De business case erachter. Laten we eens beginnen met KPN. Mark, wat is wat jou betreft het belangrijke verschil tussen sponsoring en reclame maken? Ik vind dat in reclame wordt er vaak geprobeerd emotie te brengen in, ik zou maar zeggen, commercials of en de dingen worden gemaakt. Ik vind altijd in sponsoring zit van nature een bepaalde passie. Als je het goed inzet. Hè. Dus, mm-hmm. dus je kan je associëren aan iets heel positiefs of aan iets heel sportiefs of aan iets heel moois. En daar, als je dat dan op de juiste manier inzet, dan kan je daar mee scoren. Het is een middel. Het is wat mij betreft net een middel als inzet van social media. En hoe blijft het passend? Want je noemt net een heel scala. Hè, je noemt een aantal categorieën waarbinnen je sponsort. Ja. Hoe lang blijft het geloofwaardig dat KPN eraan verbonden is? Of wat is daar van belang? Nou, weet je, ik noem maar even het schaatsen. Wij waren 10 jaar lang hoofdsponsor van het schaatsen. In die hele periode van Sven Kramer en Irene Wüst. Ja. We hadden daar veel langer nog in kunnen blijven. Want de associatie en de mogelijkheden die je hebt, hè, ijsbaan in het Olympisch Stadion neerleggen, die zijn enorm. Wat je wel ziet, sinds de opkomst natuurlijk van internet, YouTube, al die andere dingen, dat het allemaal wat sneller gaat. Dus wij kiezen wel voor, ook bijvoorbeeld nu in de sport, kiezen we echt voor voetbal, omdat dat gewoon de populaire sport van Nederland is. Eredivisie, KNVB, Oranje, nou die Leeuwinnen die net weer heel succesvol waren. Mm-hmm. Maar gaan dan ook op zoek naar hoe kunnen we nou onze technologie, hè, de ICT, 5G, glasvezel, hoe kunnen we dat nou inzetten in die partnerships om aan de klant te laten zien van kijk, dit zijn wij. Dat linkje zoek je wel absoluut. Altijd. En zeker met gaming is dat natuurlijk de meest logische. De beste verbinding. Een gamer die een net snellere, meer betrouwbare verbinding heeft dan een gamer die dat niet heeft. Hè? Als je zegt glasvezel versus kabel, ik noem maar even wat. Daar win je op. De uploaden, downloaden. Ja, daar zit gewoon een verschil. Dus, die gamers, die e-sporters, die willen de beste mogelijke verbinding. Wat vindt de doelgroep van het feit dat KPN verbonden is aan Legends of Gaming? Nou, volgens mij is er een herkenning, Frank, van tegen de 95%. Ja, we hebben sinds, ik denk, 4-5 jaar Mindshare, eigenlijk een onafhankelijke partner, die meet elk jaar de resultaten. En dat doen ze dan inderdaad op sponsorbekendheid, maar ook op welke merkvoorkeur en welke overweging en ambassadorship genereert dat hele sponsorship nou. En ja, eigenlijk zien we sinds de laatste 5 jaar dat er gewoon een 100% sponsorbekendheid is onder de onder de doelgroep, onder de exposed en groep. Wordt ook geaccepteerd. Want dat is natuurlijk dat vind ik een van de krachten van dit partnership, dat de associatie die gemaakt worden en de herkenning, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar de doelgroep, het is eigenlijk 1-op-1. Weet je, Legend of Gaming, dat is gewoon KPN. Mm-hmm. En het leuke is, dat is wel goed om te vertellen. Ik heb ooit, toen mijn zoon is nu 16, 7 jaar geleden was hij 9. En wij liepen op het strand in Spanje. En hij zegt, daar loopt Enzo Knol. En ik zeg, hoe de fuck is Enzo Knol? Wie is Enzo Knol? Enzo Knol. Had hij de avond daarvoor, was er een oppas geweest? Dan had hij een filmpje op YouTube gezien van Enzo Knol. En daar liep Enzo Knol. Dus ik zeg, nou ja, als jij daar, dan moet je gewoon even dan heen lopen. Nou, sindsdien heb ik dus een hele goede relatie met Enzo. We kennen elkaar inmiddels persoonlijk. En Enzo kwam ook ooit letterlijk bij mij van, ik ga meedoen aan een heel gaaf, tof gamingconcept. Ja, dat doe ik echt alleen maar met jullie. En toen zijn we ooit bij elkaar gekomen. Het is raar omdat, en dat is misschien een beetje flauwer dit, maar als je, zeg maar, in de volksmond kan KPN nog steeds wel eens als synoniem worden gezien van oudbollig. Hoe oud misschien die associatie is. Zelfs dat je bij IKEA een schroefje kwijtraakt, wat ook al 100 jaar niet meer zo is. Nee. Heb je daar nog last van of speelt dat echt niet meer? Nee, weet je, de doelgroep van KPN is zo breed. Ja. En dat is natuurlijk ook qua. En dat kan tegenwoordig natuurlijk veel makkelijker. Je kan veel makkelijker targeten. Wij waren al een aantal jaren bezig met Legends of Gaming. En een aantal mensen bij de Raad van Bestuur. Ja, die vroegen zich even, wat is dat dan? En waarom doen we dat? En waarom stoppen we daar geld in? En waar kan je dat dan zien, weet je wel? Ja. Moet je dat organisch posten? Nou ja, dus dat is een hele. Maar de doelgroep, die herkennen het. Dus het is voor ons juist, vind ik, dit hele gaming domein is juist zo interessant. Omdat we daarmee de jongeren bereiken. En het grappige is van Legends, die jongeren zijn inmiddels 7 jaar ouder geworden en kijken nog steeds. Ja. En er is nieuwe aanwas. Dus het is echt een heel mooi rond concept. Ja, het was zeg maar in de productie, was misschien ook nog wel
Hè, want het is altijd een soort balans. Je wil een tof programma maken, maar je maakt natuurlijk ook een samenwerking met KPN. Dus het moet ook wat doen voor dat merk. Dus ja, het merk moet er goed in. Ja. Maar ja, je wil ook die balans vinden tussen hoe doe je dat nou goed? Ja. En ja. In de afgelopen jaren is natuurlijk die influencermarkt is best wel volwassen geworden. Dus daar zat ook wel een soort spanning van hoe pak je dat nou goed aan? Ja. En eigenlijk... Ja, ik ben mega blij met KPN, die ons daar enorm vrij in heeft gelaten. Want daardoor konden wij ons vooral focussen op iets heel tofs neerzetten. Ook heel tof om maar mee te doen. Dus ja, we hebben eigenlijk elk jaar dat wij weer nieuwe influencers bellen om mee te doen. En dan zeggen ja, eindelijk word ik gebeld en eindelijk mag ik meedoen. Ik sprak er gisteren nog twee die baalden dat ze niet gebeld waren. Serieus? Ja, echt waar. Ja. En natuurlijk krijgen ze een vergoeding en dan hoort dat er allemaal bij. Alleen daardoor krijg je eigenlijk een hele natuurlijke match. Omdat Ledge of Gaming is KPN en KPN. En is Ledge of Gaming. En het is heel tof om Ledge of Gaming mee te doen. Dus zij ownen het eigenlijk ook een beetje. Ja, dit is onze contest. Gewoon. Dit is onze Champions League. Ja, precies. Ja. En daardoor noemen ze ook gewoon KPN. Van, hey, dankjewel, KPN. Ja, Want neem ons eens mee naar het nieuwe seizoen. Hè? Er zijn misschien ook mensen die aan het kijken zijn die niet hardcore in deze wereld kan zitten. Kan bijna niet. Ja, die bestaan. Neem ons eens mee wat we in seizoen 8 gaan zien. Dus wat gaat er gebeuren? Ja, kijk, het is eigenlijk een... ik zeg altijd, Ledge of Gaming is een... waar de E-divisie, daar heb ik toevallig ook aan de wieg gestaan... samen met Mark van de Eredivisie. Ja. Waar dat echt gaat over de allerbeste FIFA-speler... Mm-hmm. Gaat Ledge of Gaming over... hoe leuk het is om samen te gamen. En de verbinding die je met elkaar hebt. Hetzelfde als dat wij nu met z'n drieën vanavond FIFA aan zouden zetten. Dan willen we van elkaar winnen. Ja. Maar dan willen we vooral samen een leuke avond hebben. Ja. En daar gaat Legends of Gaming over. En dat laat je zien. En dat laten we zien. Dat doen we wel verpakt in een competitie. Die we eigenlijk elk jaar op een andere manier vormgeven. Maar wat spelen ze? Ze spelen allerlei verschillende games. Van Call of Duty tot FIFA, FC tegenwoordig heet dat. Tot allerlei hele rare indie games die we ergens op het net hebben gevonden. Geweldig. Die heel leuk is en die wij eigenlijk met Legend of Gaming ook groot maken. Gangbeast is een soort heel raar vechtspelletje met poppetjes die bijna niet te besturen zijn. Dat hebben wij als Legend of Gaming groot gemaakt. Hebben ze invloed op de content? In zoverre heb je een soort redactieteam waarbij je ook die gamers betrekt? Of hoe werkt dat? Nou ja, wij hebben sowieso een heel ervaren redactieteam. Dus het redactieteam van Legend of Gaming wat we bij Endemol hebben opgebouwd. Die werken nu bij Team 5PM. We hebben bijvoorbeeld de opzet van seizoen 8 hebben we ook echt besproken met een aantal gamers die mee gaan doen met seizoen 8 van hey, we zijn dit en dit en dit van plan, wat vinden jullie daarvan? Dus dan heb je ook echt die feedback en die terugkoppeling uit die gaming community. Mm-hmm. Dus dat nemen we allemaal mee in de ontwikkeling van zo'n seizoen. Het leuke is dat er natuurlijk ook games zijn die melden zichzelf van mijn game mag wel in het programma. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat laat ik natuurlijk helemaal aan de redactie. En moeten ze daarvoor betalen? Nee, in principe doen we dat puur redactioneel. Okay. Hè, zoals dat ook goed. Hey, welke gamers zit in seizoen 8? Ja, daar wil ik nog niet al te veel over vertellen. Want seizoen 8 is in die zin eigenlijk best wel speciaal. Omdat we gaan werken met een soort 3 mini-toernooien. Waarin twee duo's van gamers tegen elkaar strijden. Ja. Om uiteindelijk in die finale te komen aan het einde van het seizoen. Maar ik kan denk ik wel vertellen dat er een aantal grote namen die we eerder hebben gezien in de voorgaande seizoenen. Denk aan een Enzo, denk aan een QC, dat hij misschien toch wel in dit seizoen... Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. KPN werkt natuurlijk ook met wat influencers al samen, ook structureler. Ja. Enzo is al een jaar of 7, is eigenlijk een vaste partner waar we mee samenwerken. QC doet heel erg veel voor ons ook voor voetbal. Dus het is natuurlijk top en logisch dat we juist dat soort jongens ook vragen om dan weer mee te laten spelen in Legends. Dus die twee gasten die zullen we in ieder geval terugzien. Het achterkant is aanwezig, De business case, KPN. Normaal, klassieke reclame is vrij eenvoudig. Hè? Ik bedoel, je huurt een bureau in en dat kost de patiënten. Die maakt een mooie campagne. Dan ga je naar een mediabureau. Doen we nog steeds ook. Ja, precies. Doen we nog steeds. Die verspreidt dat over die kanalen. Ja. Je betaalt die kanalen. Hoe werkt zo'n business case in dit geval? Is natuurlijk volledig anders. Het grappige is, dit heeft ook een tijdje onder de marketingpoot bij KPN gehangen. De samenwerking met Legends. Ja. Nu is het wat meer richting, ik zou maar zeggen, de sponsoring gegaan. Daardoor kunnen we ook wat langere termijn afspraken maken. Dat is ook voor Frank handig, want dan kunnen we ook echt investeren in het concept. Dus we gaan ook de komende 3 jaar gaan we sowieso door met Legends. Ja. Sponsoring zit natuurlijk altijd op merkvoorkeur, sympathie, overweging, NPS verhogen. Maar daarbij heeft een concept als Legends ook de mogelijkheid om sales te activeren. Dat is die fine line waar Frank het net over had van...
ja, hoe commercieel maak je iets? Hè? Want we gaan natuurlijk niet lopen schreeuwen, koop 5G of pak nu glasvezel. Mm. Maar we kunnen het wel in het programma brengen. Dus wat, en dat is eigenlijk wat ik de afgelopen jaren sowieso zie in sponsoring, waar het vroeger natuurlijk ging over reputatie en voorkeur en gewoon onderscheidend vermogen. Er wordt natuurlijk ook steeds wel meer de vraag gelegd, ja, maar wat levert het dan op salesgebied? Daarvan zeg ik altijd, nou kom maar met goede proposities die wij via de middelen die we hebben vanuit die sponsoren in kunnen inzetten. Dus het is, net als dat je, wat ik net zei, dat je ook social media inzet. Dus sponsoring is wat mij betreft inmiddels gewoon een middel voor zowel merk als voor producten. En wat levert het op? Hoe bedoel je? Nou ja, ik kan heel moeilijk zeggen, als er een campagne... Laat ik zeggen, hoe bereken je wat nou ja, wij meten, voor de traditionele sponsoring meten wij altijd merkvoorkeur, merkoverweging en NPS. Ja. En dat doen we in al onze onderzoeken door een vraag toe te voegen aan de klant die we dan vragen, of aan de zakelijke klant die we vragen. Mm-hmm. Bent u een liefhebber van voetbal? Bent u een liefhebber van het museum? Dan heb je een ja en een nee groep. En daaruit kun je dus het verschil zien op het moment dat je die onderzoeken doet. Ja, we doen het bij Ledge of Gaming, noemen we dat ook een exposed versus non-exposed panel. Ja, en dan zie je gewoon echt dat de resultaten op overweging en voorkeur echt al 7 jaar lang ongeveer 2 keer zo hoog zijn onder de exposed groep. Dat is echt... Een mindshare is echt een paar keer teruggedoken in de data. Van, of het klopt, dit kan eigenlijk niet. Heel grappig. En dat is echt zo onwijs sterk. Dat is eigenlijk al genoeg. Om een doelgroep, ik denk dat de core doelgroep ongeveer tussen de 16 en de 24 zit, om die eigenlijk al met dat merk in contact te brengen. Want ja, inderdaad, toen wij zo'n 8 jaar geleden van start gingen, ja, toen was het inderdaad wel van, hey, de jonge doelgroep ziet KPN nog wel als een wat ouderwetse, wat stoffige partij. Ja. Dat moeten we veranderen. En dat toen, verandert echt snel trouwens, want dat is wel leuk, ook met die E-divisie. We zijn ook een part van I-Oranje, dus dat die zijn tweede geworden op het WK nu, het Nederlands team met dat FIFA-spel. Als je kijkt naar die doelgroepen die daarnaar kijken. Ik zie het aan mijn eigen zoon met zijn voetbalteam hier bij BFC in Bussum. Al die gasten zijn over op glasvezel van KPN. En dat heeft dus te maken en met snelheid. En met het feit dat we gewoon hele toffe dingen doen voor de doelgroep. Ja, op dus hun mobiel of ook thuis? Allebei. Wat is de afspraak met die gamers? Met de influencers? Ja, zij doen eigenlijk mee aan een programma. Maar gratis? Nee. Ze krijgen betaald. Ja, en dat vind ik ook, dat hoort ook. Dat is gewoon werk voor hun. Ja, dat is gewoon hun werk, dat is hun inkomsten en dat is hun naam. Dus nee, dat... Vergelijken ze salaris of niet? Vast. Ik denk dat dat wel gebeurt. Ja, dus sommigen weten ook wel dat wie er groter is dan de anderen. Zo werkt het. Is gewoon een soort marktwaarde. Ja, zeker. Ja. En, dus wat zijn learnings? Want jullie doen dit al een tijdje. Ja. Stel dat andere merken bijvoorbeeld zitten te kijken. Hè, en die denken van, ik vind sponsoring ook interessant. Maar we hebben er niet zoveel in gedaan. Of we zijn misschien niet zo groot als KPN. Maar we willen daar wel meer mee doen. Noem eens wat learnings. Oftewel in plat Nederlands dingen waarmee je misschien wel een keer op je mail bent gegaan. Of waar je fouten in hebt gemaakt. Daar moet ik even over nadenken. Ik denk, laten we even zeggen, juist de andere kant op redeneren. Ik denk dat het voor merken, investeren in gaming en gaming content en dit soort concepten, dat het geweldig is, omdat je dus een hele makkelijke manier de jonge doelgroep bereikt. Ja. Als je bijvoorbeeld, ik noem wat arbeidsmarktcommunicatie wil doen, ik noem maar even iets concreets, dan kun je heel goed via al die spellen die gasten spelen, kun je natuurlijk, ik zou maar zeggen, mensen oproepen van, ga dat ook doen of bijeenkomsten organiseren waar je mensen bij elkaar haalt om bepaalde games te gaan spelen, waardoor je bepaalde vaardigheden leert. Weet je, dat zie je steeds vaker, dat de gamification ook bij bijvoorbeeld in het hele proces van arbeidsmarktcommunicatie wordt steeds groter. En daar zijn dit soort toffe dingen, dat kan er enorm bij helpen. Fouten die we gemaakt hebben, kan je er een noemen, Frank? Ja, ik denk vanuit... Misschien te commercieel soms. Ja, dat is denk ik. Ik denk vanuit productie en vanuit het hele maken van zoiets is dat wel een fine line, denk ik, die je moet bewaken. En we hebben dat ook een keer in een onderzoek gezien waarin we... Kijk, als je met zoiets begint, dan zijn natuurlijk best wel veel mensen ook vanuit KPN betrokken. Dus op een gegeven moment ontstaat er zoiets van, er zit misschien wat te weinig KPN in. Of dat blijft spanningsveld. Deze positie moet erin. En toen hebben we eigenlijk in het onderzoek van Mindshare gezien van, misschien zit er nu te veel in. Zag je dat? Wat bedoel je met te veel? Het logo te veel zichtbaar? Ja, bijvoorbeeld. Of dat er irritatie ontstaat. Precies. In de doelgroep. Ja, en dat de sympathie dus eigenlijk wat afneemt. Verder zou ik ook nog zeggen, wat heel belangrijk is, en dat zit ook wel een beetje in de core van 5PM, is je moet gewoon heel goed het gedrag van de doelgroep in kaart brengen. Dus wij gebruiken daar gewoon een enorme pool aan data voor, met allerlei tooling, om het gedrag van je doelgroep die je wil bereiken heel goed in kaart te brengen, heel goed te begrijpen, zodat je daarop in kan spelen. Ja. Dus
Als het dan gaat over gaming. Ja, je werkt met een team, werkt met een redactieteam die dat echt heel goed begrijpt. Want anders dan sla je heel snel de plank mis. En dan maak je iets wat totaal niet aansluit bij die doelgroep. En misschien is het wel leuk om dat nog even te vertellen. Dat we ook echt iets nieuws gaan doen. Wat ook alleen nog maar sinds dit jaar kan. En dat zijn, we gaan echt een eigen KPN-eiland bouwen in Fortnite. Dat is wel echt heel tof. Dat kon al wel een aantal jaar in de creator mode van Fortnite. Alleen op dit moment is dat nog wat makkelijker gemaakt. En kan dat ook nog eens in de Unreal 5 engine. Waardoor het er ook nog eens fantastisch uitziet. En dan gaan we allerlei plekken. Hè, dus waar iedereen het heeft over de metaverse. Ja. Ja, dat is gewoon metaverse, gewoon gaming. Dat is de metaverse. Ja. Daar ontmoeten die jongeren elkaar. En daar kunnen ze met elkaar spelen. En daar gaan we dus nu unieke plekken bouwen die we ook weer in Ledge of Gaming lanceren. En als dat daar is, dan kunnen wij ook weer die andere partnerships die we al hebben, kijken of we die er niet in die wereld bij kunnen brengen. Ja. En dan heb je dus een hele online wereld waar Legends en de E-Divisie en E-Oranje en al die dingen door elkaar heen lopen. Hoe ziet die toekomst eruit? Kijk eens 10 seizoenen verder. Ja, kijk wat er gebeurt met AI. Ja. Het gaat zo hard. Ja. Het is denk ik heel lastig om te voorspellen, maar het wordt natuurlijk steeds... als je nu al ziet wat je doet met bepaalde VR-brillen op kan meemaken en waar je kan zijn, het gaat razendsnel. Ja, en dat is het ook wel, denk ik. Hè. Het gaat heel snel. Het wordt denk ik door de snelheid van de technologie en de mogelijkheden wordt het steeds persoonlijker. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld de non-playable characters, noemen ze dat, in games bijvoorbeeld. Hè. Als je een verhalende game speelt waarbij... de computer tegen jou praat, dan kan dat tegenwoordig ook al heel persoonlijk. Ja. Door het gebruik van dit soort technologie. Ja. Dus ja, ik denk dat dat wel een trend is die we steeds verder gaan zien. Er zijn nu al games waarbij je jezelf gewoon in het voetbalveld plaatst. Ja. En jij speelt gewoon mee met Argentinië tegen Nederland. Ja, het gaat echt steeds gekker. Verder. Ja, de vraag is wat nog het verschil is tussen echt en virtueel straks. Dat gaat heel erg door elkaar heen lopen. Krijg je als kritiek in die zin van... ouders van die doelgroep die zeggen... ja, maar KPN, ze moeten het voetbalveld op... en loop je nou een beetje gaming te promoten? Nou ja, zeker. En dan blijkt maar steeds weer... er is ook onderzoek naar gedaan... ook door een aantal echt gaming specialisten... Dat die kinderen die leren eigenlijk heel veel door te gamen. Kijk, als je te veel gamet, te veel eet... dat is met alles, hè? Ja. Maar de skills die ze leren bijvoorbeeld door FIFA te spelen... die ze vervolgens toepassen op het veld. Dat is heel grappig, want je zou verwachten dat het andersom is. Ja. Ze zijn ook, zou ik maar zeggen, idioot gaan juichen door die games. Omdat allemaal van die rare dansjes worden gedaan, weet je wel. Dus, maar nee, de combinatie van... want ze zeggen ook vaak, er zitten, ik zou maar zeggen, dikke jongetjes... popcorn etend, eenzaam te wezen achter die console. Maar nee, die gasten zijn met soms met 10, 15 tegelijk in gesprek. Ja. Tijdens dat gamen. Ja. En tijdens een FIFA-spel of tijdens een ander spel. Ja. Ja. Dus... maar wij zeggen, nou, als je het gedoseerd doet, kan je er ook veel van leren. Ja. Hey, tot slot even wat cijfers. Want even nog voordat ik die cijfers vraag. Is het echt YouTube only? Of zetten jullie ook nog kanalen als TikTok, Insta? Kun je dat landschap nog eens schetsen? Ja, zeker. Ja, nee, de hoofdvideo's, hè, dat is echt de longform content. En de afleveringen worden op YouTube geplaatst. Ja. Maar daaromheen zit natuurlijk een enorme verschil. Is dat wekelijks? Of hoe werkt dat in zo'n seizoen? Ja, nee, in zo'n seizoen heb je meestal 2 afleveringen per week. Maar er zit eigenlijk een hele marketing en een PR-strategie omheen, waardoor je de content op allerlei platformen ziet. Dus inderdaad TikTok en Instagram, maar ook de KPN-owned kanalen. Ja. En je ziet ook heel veel content terug op de kanalen van de influencers ik zelf. Ik wou zeggen, want dat werkt natuurlijk als dat is natuurlijk geweldig als je de kanalen kunt gebruiken. En dat is eigenlijk ook op vrijwillige basis. Hoe werkt dat? Even praktisch. Als geïnteresseerd in YouTuber. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat, want ik doe ook al zo'n ding op YouTube. Ja. Dit gesprek bijvoorbeeld. Ja. Stel, er is een seizoen aflevering 1, dan is het niet zo dat Enzo kan zeggen, hey, copy-paste die video en die zet ik op mijn eigen kanaal. Hè? Want hij zou hem in principe in zijn playlist kunnen zetten. Ja. Alleen, je vroeg net om cijfers. Kijk, we hebben inmiddels een community opgebouwd van meer dan 500.000 geabonneerde mensen op het kanaal. We hebben zo'n 1,3 miljoen unieke kijkers per maand naar het programma op het moment dat we live zijn. Ja. En we hebben inmiddels 180 miljoen organische weergaven gegenereerd. Waarbij je met een gemiddelde weergavenduur van zo'n 10 minuten. Ja. Dus dat betekent dat we echt miljarden kijkminuten hebben gegenereerd. Organisch, vrijwillig, van een doelgroep die naar deze content kijkt. Waar dus KPN extreem aan verbonden is. Ja, dan is het ook logisch
dat als je dat dus mogelijk maakt als KPN zijnde, dat die doelgroep in één keer veel positiever over je merk denkt. Dus ja, dus ja, dat is wel, zijn wel indrukwekkende cijfers, vind ik zelf nog steeds. En als je daarmee dan ook nog weer dedicated content kan maken voor de KPN-kanalen, met snacks of met weet je, aanjagers of promotiedingen of speciale gamepjes of items, dan telt het eigenlijk dubbel op. Want je verwijst en de kids richting de kanalen en we krijgen het ook op onze eigen kanalen in beeld. Is het duur in vergelijking met reclame maken? Ik vind van niet. Er zijn altijd mensen die dingen duur vinden, maar in vergelijking met reclame maken is het heel goed te doen. Is het zelfs goedkoop? Nee, niet goedkoop. Oh. Nee. Kun je er iets over zeggen of zeg je geen bedragen? Nee, zeggen we niks. Nee? Nee. Zou je niet meer willen doen, sponsoring, dan reclame? Wat zeg je? Zou je niet meer sponsoring, minder reclame willen doen? Nee, we hebben wel interessante discussie over. Want wat er bij ons nog een beetje ontbreekt is het entertainment domein. Dus meer die hoek op. We hebben natuurlijk de content ook op onze kanalen. Dus we hebben natuurlijk ook het hele tv-aanbod. We hebben nu een nieuw modem of een nieuw kastje, tv-kastje, TV Plus, waarmee je ook al je Netflix en je Videoland en al die dingen en je gewone reguliere tv-aanbod bij elkaar brengt. Nou, daar zou je op een gegeven moment ook gaming aan kunnen toevoegen. Ja. Dus we hoeven niet per se meer te sponsoren. Alleen we moeten de sponsoring die we doen slimmer inzetten voor de business. Ja. En dat is wat we nu echt aan het doen zijn. Dus daarom hebben we op een gegeven moment ook gezegd, we halen sponsoring weg bij, ik zou maar zeggen, corporate communicatie. Maar we brengen het naar de marketing-communicatiehoek. Ja. En daar heb je veel meer afstemming, ook bijvoorbeeld met social, met de campaigning, met dat. Dus heb je nog tips voor KPN of doen ze het eigenlijk heel goed? Misschien kunnen ze hun naam veranderen. Laten we daar niet over beginnen. Mag ik jullie danken dat jullie mijn gast waren. Ja, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar een video waarin we wat dieper duiken in die wereld van YouTube. En deze afleveringen die maak ik samen met Team 5PM. En we hebben een hele reeks van dit soort toffe afleveringen gemaakt. Dus als je nou zegt van joh, dat vind ik echt super interessant, blijf even hangen als je op YouTube zit. Zometeen twee nieuwe afleveringen uit deze serie. Zit je te luisteren naar de podcast, dan vind je ze ook daar allemaal terug. Volg ons en blijf op de hoogte. Voor nu, dankjewel. Hoi!